Maar dat is alleen van Nistel. Jij begrijpt hem. Jij begrijpt hem dat hij ik vind, is. Sterker nog, kijk, Cruijff zei altijd... wanneer je trainer wordt van een topclub... moet je zorgen dat je financieel onafhankelijk wordt... dat ze geen oren aan kunnen naaien... dat je kunt opstappen wanneer je wil... dat je gezin er niet onder lijdt. Grote voetballer, die hebben ze daar neergezet. Dan weet je, hey, er worden fouten gemaakt. Ja. En zo'n grote voetballer met zo'n carrière pikt het niet... dat achterom zijn rug gekonkeld wordt. Luc de Jong, dat vind ik de eerste verantwoordelijk als aanvoerder. Die had dat nooit toe moeten staan dat ze gaan praten met de directie... naar de trainer toe en dan weer verslag uitbrengen van dat gesprek bij de directie. En dat ziet Van Nistelrooy allemaal in de krant. Die denkt, ja jongens, maar hier leen ik me niet voor. Ik vind dat hij groot gelijk heeft en ik vind het heel karaktervol. Ja, had net even ook Xavi Simons, die zou er ook bij betrokken zijn. Maar het laatste nieuws is nu weer dat het niet het geval blijft. Nou ja, die zit in de spelersraad. Die is bij de gesprekken geweest. Wat ik ook wel gek vind, want een spelersraad, dat is voor de ervaren jongens. Dan hoort geen kleuterschooljongetje tussen te zitten. 20. Ja. Ja. Net 20, ja. Ja. Nee, ik vind ook dat hij gewoon groot gelijk heeft. Maar hij heeft natuurlijk ook helemaal geen vertrouwen gevoeld. Ook niet van Brands en van Stewart. Want als die nou vol op het orgel waren gegaan richting die spelersgroep... Ja. Dan had hij natuurlijk gewoon doorgegaan. Ja, nou, kijk, een aantal zeker. Spelers gaan weg natuurlijk. Luc de Jong, ja, nou, dat is het einde verhaal. Xavi Simons waarschijnlijk weg. Misschien ja, gaat hij weg, denk je, ja? Ja, Xavi Simons die gaat en nu denk ik helemaal... Want ja, wat heeft hij daar nu nog te zoeken? Ja, want hij had dus inderdaad een Twitterbericht... waarin hij ook dank uitsprak naar Ruud van Nistelrooy. Mister, thank you very much. En alles wat ik gedaan heb, het oranje heb gehaald, bedankt daarvoor. Dus kan ik me dat wel voorstellen. Was geen Judasbericht, maar echt een bericht oprecht gemeen. Nee, maar ik vind altijd als zo'n trainer weggaat... dan mis ik altijd de adhesiebetuigingen uit de spelersgroep. Hè? Want er zullen er ook wel mensen voor hem zijn. Maar als ik dan zie dat de directie totaal niet goed ingeschat heeft... wat er daadwerkelijk speelde... bij de spelers niet en bij de trainer niet. En die zitten dan bij een persconferentie als twee wassen beelden te brabbelen. Er is geen touw aan vast te knopen. Die hebben het gewoon uit de hand laten lopen. En daar zitten ze ervoor, om leiding te geven. Jij voelde het ook al een beetje aan, hè, gisteren? Nou ja, ik had het niet gedaan als ik Van Nistelrooy was. Nee? Ik was blijven zitten. Ik had toch de club, zeg maar, hè, die spelen toch zondag hun... belangrijke wedstrijd. Een hele belangrijke wedstrijd voor het Champions League toernooi. Had ik toch die club voorrang gegeven. En wat ik dan gedaan had, omdat ik dat ook wel voor mezelf prettig had gevonden... was ik daarna gewoon met die gasten gaan zitten. Ja. En gaan zeggen, jongens, wat is er aan de hand? Wat is het probleem? En ik was misschien ook nog met die makelaar gaan zitten... die zogenaamd gelekt heeft. Ja. Ook even zitten. Dat zijn lekkere gesprekken, joh. Van, joh, jij lekt graag. Nou, vertel maar waarom, toch? Ja. En misschien, kijk, dan ben je ook weer een week verder... En dan had je in de bespreking van tevoren gezegd... jongens, het loopt niet helemaal lekker... maar vandaag moeten we even de puntjes pakken, want we hebben ze nodig. Nee, tuurlijk. Maar weet je, ik had toch gezegd van... joh, dat PSV, een grote club, heeft een enorme belangrijke wedstrijd. Had ik die paniek niet gezaaid, had ik het over een week getild. En dan had ik gewoon eens lekker met die jongens gaan zitten... en gezegd van, joh, hoe gaan we dit verder doen? Dus je vindt dat hij iets te veel is dan egoïst had gaan ook zitten? Volgende week donderdag of vrijdag kunnen zeggen... joh, luister, ik heb met die gasten gesproken, ga ik niet meer mee verder. Maar denk je dat ze in deze situatie zondag nog goed hadden kunnen presteren tegen AZ? Nou ja, weet je, het is natuurlijk heel... Wat hij gedaan heeft, is natuurlijk ook een soort heel emotioneel. Ja, enorm. Hij is op zijn pik getrapt. En weet je, je moet wel je pop-pine-ups kennen. Hè? Je moet ook je makelaars kennen. Je moet ook je eigen spelers kennen. Er zitten altijd een paar... vervelia's tussen. En er zitten altijd een paar slijmjurken tussen. Er zitten altijd meelopers tussen. Dat weet je toch? Ja. En ja, nee, ik had het... Maar ik dit, had het, nee, het past helemaal bij zijn karakter. Weet ik. Dick Advocaat heeft hem een keer gewisseld. Ja, als hij boos over, heeft hij de duck-out met Van Basten gebouwd. Weten we het er ook nog, hoe dat ging. Van Basten heeft hij ruzie gemaakt. Hij is een keel gepakt. Ze hebben in Engeland, toen hij bij Manchester United gepasseerd werd... in het hotel vast moeten houden, toen wou hij de manager te lijf. Ja. Die jongen die wordt dan boos en dan neemt hij een beslissing... Is ook en zo, dan draait hij niet meer terug. Maar, wij zijn ook wel eens boos op elkaar, maar wat is er nou op tegen om het te laten gaan? Die zondag die wedstrijd en er dan eens goed voor te gaan zitten. Ja, maar van jongens, hè? Ja, maar hij voelt zich dat door die gesprek had hij eigenlijk al gevoerd, René. Ja, maar dat gesprek had hij gehad met die spelers. Jawel, en toen zijn ze weer terug naar de directie gegaan. Ja, maar die twee die ik vanmiddag zag zitten... Ja, je wordt er inderdaad niet blij van, jongen, van die twee. Brands en Stewart. Ja. Ja, je wordt er inderdaad niet blij van, maar... Ze zijn wel geschrokken. Ze waren helemaal van het padje. Ze hadden die dat zegt heel veel over hun functioneren. Ze zitten er bovenop, er zit alleen een kartonnen bandje tussen. Kijk, maar het enige wat er nog had kunnen gebeuren... is dat John de Jong, ik weet niet in welke rol die speelt... dat hij dat gehoord had vanochtend... en gelijk gebeld had tegen Van Nistelrooy en gezegd... dat gaan we niet doen.
John de Jong? Nee, Luc de Jong. Luc de Jong. Dat, ja. dat gaan we niet doen. Nee. Ik bedoel, we gaan die wedstrijd spelen zondag en daar gaan we er gewoon nog eens goed voor zitten. Nou, Blijf jij vandaag gewoon thuis? Maar kom nou wel morgen in. Hij zou ook blijven aanvankelijk. Ik denk dat Ruud het s'avonds met zijn vrouw besproken heeft. Weet je wel, die heeft gezegd, joh, je laat toch niet gek maken. Nee. We hebben dat geld ook niet nodig. Maar die club speelt ook nog een belangrijke wedstrijd zondag. Even de volgorde. Ze hebben een trainer. Ze hebben een trainer toch. Valentijn, even, Marcel Brands kan zichzelf van alles verwijten. Maar even de volgorde. Want er was oneenigheid in de staf, was het verhaal waar jullie eerst mee kwamen. Toen de spelers die ontevreden waren. Nou, het werd steeds groter. Met sommige mensen nog ontkend. Maar jullie bleven het volhouden. En dat bleek dus uiteindelijk ook zo te zijn. Hoe is het nou precies gelopen? Nou, zo, eigenlijk exact zoals jij zegt. Jeroen Kapteins, die zit daar voor ons. Die is een PSV-watcher. Die kwam dat ter oren over die staf. Ja. Dus nou, die heeft zijn oren goed te luisteren gelegd. Her en der gebeld en gevraagd. Nou, dat klopte, dat verhaal. Hè. André Ooyen was al weg. Of tenminste, die had al aangekondigd dat hij zou vertrekken. En Fred Rutte, die voelde zich niet lekker. En er was een ijzeren sfeer. Maar heeft ook problemen met zijn gezondheid? Tussen die twee. Fred wel gehad natuurlijk. Oké. Maar hij voelde zich fysiek niet lekker of ook in de sfeer niet? Nee, in de sfeer en dergelijke. Ja, okay. Ruud werd verweten onder andere solistisch optreden. Ze hadden iets besloten en dan ging Ruud een uur voor de wedstrijd ging hij ineens de andere kant weer op. Nou, dat soort dingetjes. En, ja, ze zaten een beetje voor Jan Lul bij. Zo voelden zij het. Dus die sfeer die was gewoon heel slecht. Maar wat gebeurt er? Dat verhaal verschijnt in die krant afgelopen zaterdag. En dan ineens komt er een dynamiek op gang dat er ook binnen de spelersgroep een hoop weerstand is tegen Ruud van Nistelrooy. Ja. En toen kwam dat onderhoud, wat is aangevraagd door de directie met de spelersraad om te kijken van hoe bevalt Ruud van Nistelrooy? Gaan we door met hem of gaan we niet door? Willen jullie met hem door? Had je ook wat over de zondag moeten tillen, hè? Ja, maar het is al van een paar weken geleden. Oh, Oké, dit is van een paar weken. Het is een paar weken geleden. Alleen, dat is natuurlijk, hè, en niemand had het daar natuurlijk over gehad, dat daar kritiek op Ruud van Nistelrooy. Maar dat kwam naar buiten na dat verhaal met Rutte en Ooyer. Ja. Dus toen ging die bal nog veel sneller rollen, met als gevolg dat Ruud uiteindelijk... Want die had na de wedstrijd tegen Volendam een paar weken geleden had hij al een keer met Rutte en Stewart gezeten. Of met de Stewart en met Brands gezeten om over de toekomst te praten. Ja. Wat moet er gebeuren? Toen leek er nog niet zo heel veel aan. Nee, maar toen voelde hij ook niet alle vertrouwen. Nee. Dat is ook zo bijzonder, weet je wel. Een half jaar geleden lees je van Ruud van Nistelrooy: iedereen mag vertrekken, bij wijze van spreken Gakpo, maar Rutte moet blijven. Ja. En dan weet je, hoe kan dat dan, joh? In 2-3 maanden tijd? Nee, het is wel dat kan toch niet? Twee hele goede verdettes van PSV, van Bommel en van Nistelrooy, die worden daar benoemd tot trainer. Ja. En als ze dan achterkomen dat het weliswaar hele grote voetballers waren, maar onervaren trainers die wel eens een foutje maken, dan worden ze eigenlijk in de steek gelaten en gaan ze ten onder. Nu hebben ze al twee echte PSV'ers. Maar bij Van Nistelrooy is het nog veel vreemder, want die heeft gewoon een hele goede reeks neergezet. Die heeft nu met twee bekers gewonnen. Ja. Met niet zo'n best. Nee, met een heel slecht telefoon. Kijk, er wordt hem ook verweten dat hij veel wisselde. Ja. Maar weet je wat hij achterin heeft staan? Ja. Met Obispo en Ramaljo. Een hele slechte achterin. Hij brengt ontzettend. Maar dan ga je ook veel wisselen, Johan. Ja. Hij heeft met dit materiaal hele goede resultaten. En dan hoor ik iedereen Gutierrez. Ja, schij uit. Alsof die een godverdomme kampioen maakt. Schij ze lief. Maar die Sangaré natuurlijk ook. En hij is ook nog Kakpo weg ze zien gaan. Hè? Ja, en die is buiten. Ja, maar die Brands die heeft hem nooit echt in hem zien zitten. Kijk, Ruud die zei van, ik ben er niet rijp voor. Toen Toon Gerbrands en John de Jonge, die waren toen directeur en technisch directeur. Toen zei hij, ik ben er nog niet klaar voor, ik doe het niet. En toen kwam Marcel Brands. En toen dacht Ruud van, met Marcel Brands wil ik wel eigenlijk. Hmm. Maar Marcel Brands wil natuurlijk eigenlijk zijn eigen trainer neerzetten. Alleen Ruud die heeft toen gezegd, nou, ik doe het toch. Als jij het doet, als jij directeur wordt van PSV... En die Van der Wallen wilde het ook graag, had ik het idee. Die wilde het in eerste instantie heel graag. Ja. Dus dan stap ik er toch in. Hij had natuurlijk al nooit in moeten stappen. Dus eigenlijk is dat Brands zijn schuld ook een beetje, dat hij er toch heeft laten gebeuren. Brands die heeft toen gedacht van, ja, hij biedt het nu aan. Ik kan nu eigenlijk geen nee zeggen. Had beter Cocu kunnen pakken of zo, die ervarene was, die vrij was op dat moment. Er zijn al trainers in. Maar ik heb die Brands, die heeft een goede naam als technisch directeur, had hij opgebouwd. Maar ik heb het altijd een vreemde man gevonden. Ja. Je drong nooit tot hem door. Ik vond het altijd een beetje een gluipertje. Ja, nee, ik weet dat dezelfde Jeroen Kapteins, die belde hem een keer op. En hij zegt, nee, ik zit nou in Zwitserland, Jeroen. Ik heb echt geen tijd voor je. Wegwezen en bel morgen maar terug. Maar die moest nog een verhaaltje tikken. Die denkt, nou, weet je wat ik doe? Ik doe het even in Eindhoven, in de binnenstad. En hij loopt zo'n Grand Café binnen. En wie zit daar? Marcel Brands. Hmm. Maar het heet La Suisse of zo. Hoe heet dat? Suisse? Credit Suisse. Ja. Geld ophalen. Ook een raar interview van Marcel Brands in de VI laatst. Dat hij zei van, ja,
ik zei tegen die voorzitter van Everton van joh, die en die trainer en hij nam een andere trainer. Ik zei, joh, je moet die en die speler en hij nam een andere speler. Dan ben je toch al weg die zeg, dag. Zeg je toch na twee weken, ja, hey, ja. Hoe gaan we verder, joh? Ja. 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 Maar als je zo gek op geld bent... Blijf jij zo bezig? Ja, maar zo gek op geld. Als je totaal niets te vertellen hebt, man. Nee, maar ik vond het ontluisterend om die twee daar vandaag aan tafel te zitten. Ik denk, ze stralen niks uit als geslagen honden... alsof de wereld vergaan was. Ja, maar die werden zo verrast, wat René ook zegt. Die zagen hem op geen kilometer aankomen. Nee, omdat ze gisteren hadden ze gezegd, we gaan door. Ja, we gaan even, tot na de wedstrijd. Even om het weekend heen. Ja. En dan het was 21:50. Is hij zelf geweest of belde hij? Ja, nee. Hij is geweest. Zelf geweest. Ja, die kwam binnen en zegt, hier heb je sleutels, ik kap hem mee. Ja. En die stuurt er half achteraan. Nee, maar Ruud zegt, ik ga nu naar de spelers. Hm. En hup, hij zegt, ik ben weg.